Yo mensen, op LeeFiFA.nl, mijn naam is Vic en in deze pack opening gaan wij 1000 FIFA points en packs openen en hopelijk krijgen we deze man Messi, Lionel Messi in vorm. Als wij deze krijgen, dan komen er echt een goed team, kan ik dan daarmee bouwen. Met dat geld, dan ben je gewoon rijk, dan kan je gewoon doen wat je wil. Kan je gewoon spelers kopen die je helemaal niet nodig hebt en dan weer snel verkopen, omdat je weg wil. Dan is gewoon alles mogelijk. Als we deze man krijgen, dan zijn we gewoon helemaal geweldig. Maar ja, we gaan dus gewoon openen, 1000 FIFA pack coins, oftewel 10 pakketjes toch? Oh nee, 150 pakket. Even rekenen, dat zal ongeveer iets van, denk wel iets van 9 pakketjes zijn. Dat gaan we gewoon doen. We openen er 2 extra, dus dat zal dan iets van 11 pakketjes zijn. Dat gaan wij doen. Eerste pakket. En we openen hem. Kijk maar. Bam. Klik. En openen die hap. 20 pakketjes heb ik geopend in totaal. Kom op. Bam. De Gea. Wow, nice. Hij start al lekker. Lekker. Hoe gaat hij eigenlijk? Dan zie je al dat ik helemaal niks goed ga. 21k, 17, 20k, ongeveer 18k. Volgende pakket, tweede pakket. En hopelijk krijgen we goede spelers. En als we goede spelers krijgen, dan sla ik mezelf heel hard. Bob, FIFA haat je toch? Ik denk, FIFA vindt het wel grappig als ik mezelf hard sla. Maar ja, misschien is dit dan een spel die heel veel waard is en weet ik dat gewoon niet uit mijn hoofd. Want ja, ik weet niet alle waarden zo groot. Maar ja, dat check ik dan wel later en dan flip ik helemaal terwijl ik aan die aanstaat. Leuk hè. Oké, de neuspack gaan we doen. Bam. En we zitten onder de 2000 FIFA points. Kom op. Messi. Geef me Messi. In voor Messi. Derde pakket. Hopelijk iemand goed. Hazard, kom op, jongen. 3, 2, 1. Wow, my god. Jansen, wow. Wow, Jansen. Oh my god, een Duitser die Jansen heet. Oh my god, wat raar. De Jansen zijn toch Nederlanders, hè? Hè? Toch? Waarom Jansen? Waarom ben jij naar Duitsland gegaan? Ah. Oké. En ja. Ja, shit. Weet ja, shit happens. Premium goudpakket. Met wel 3 zeldzame spelers. Oh, wat spannend. Oh, wat spannend. 3 zeldzame. Ja. Boom. Rodrigo. Jee, voor hoeveel ga je, Rodrigo? 80. Algemeen. Dan moet je wel geweldig zijn, toch, Rodrigo? Hè? Oh. Dat is nog... Ik dacht iets van 1k of zo. Ah, mooi. Premium goud pakket met een speler die erop staat die echt niemand kent. Behalve als je toevallig voor die club staat of je kent hem omdat je alle spelers kent. En we krijgen een geweldige speler, namelijk bam, yes, cool, hemer. We kunnen nog 1 pakketje. Bam. Nou, spannend moment. Weer die speler die niemand kent. En we krijgen... Wow, hij is snel. Wow, hoeveel zal die wel waard zijn met... Oh, ah. Nou, ja, dit gebeurt er dus als jij 10 euro aan packs wil kopen en ja, dan ontvang je dus dit. Maar ja, daar waren we 10 euro aan packs. Ik hoop dat je hebt genoten. De volgende pack opening die komt eraan, want die ga ik niet meteen opnemen. Ik hoop dat je hebt genoten van deze pack opening. Zo ja, geef dan een duimpje omhoog. En als je 2 accounts hebt, geef dan 2 duimpjes omhoog. En als ik 3 duimpjes had, dan zou ik zeggen, geef 3 duimpjes omhoog.
En als je mij geweldig vindt, abonneer je er ook nog bij. Want dan weet jij wanneer een nieuwe video is. En dan raak je mijn kanaalnaam niet kwijt. PlayVivaNL. Onthoud het in je hoofd. Zet het in je hoofd. PlayVivaNL. Zo van, schrijf het op. Schrijf het op. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan ben je gewoon helemaal geweldig. En dan kei jij. Als jij vandaag nog packs gaat openen, dan heb jij packluck. Dat beloof ik jou. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik zeg, later. Ik ben een vliegtuig. En ik vlieg nu naar je scherm.